Dag dames en heren, leuk jullie kijken. Is goed nieuw video, mijn naam is Rijn. Dit is even een video weer, ik ga je wat dingetjes weer vertellen. Ik vertrek vanavond naar Engeland, deze video gaat ook even over Engeland weer. Net zoals gisteren of eergisteren. Ik ging vertellen dat ik naar Engeland ging voor de eerste keer. En ik ga nu weer even een video erover maken en even informatie geven. Ik vertrek, dames en heren, ik vertrek vanavond rond 8 uur naar Engeland op de boot. En ja, dan komen we 's ochtends ongeveer rond 6:30 aan, want en het is voor ons een gevoel 7:30, want daar is een uur tijdverschil. Dus een andere tijdzone met Nederland en ja, dus een uur later of een uur voor, ja, dat weet ik niet, maar daar heeft iedereen moeite mee natuurlijk met uren. En ik zit schrijf mijn pluisje en pluisje krijg ik zo lekker eten, maar er komt een aparte video van. Misschien staat hij online, misschien ook niet. Maar ja, ik zit gezellig met pluisje en pluisje is blij. En ja, ik zit er gezellig in, Jurgen. Ja, ik zit daar gezellig. Dames en heren, nog even, ik vertrek vanavond om 8 uur met de boot van 8 uur. En dan kom ik 's ochtends om 6:30, rond 6:30, 7 uur aan in Engeland op Engelse tijd. Dus ja, en dan gaan we dus een uurtje rijden vanaf de boot. Dus de boot komt in de inham van Engeland. Dit ligt op de hoogte van Londen. Dus als je kunt vast wel weten, als de boot komt op de hoogte van Londen aan. Dat is bij die inham, jullie kennen Engeland, ik allemaal wel het landschap, hoe het eruit ziet in de kaart. We komen in die inham op de hoogte van Londen aan. En daar komen we aan en daar gaan we een uurtje rijden naar het vakantiepark en naar het vakantiehuisje. Met een jacuzzi waarschijnlijk. Dus dat is heel gezellig. En ja, daar heb ik heel veel zin, dames en heren. Hopelijk heb jullie er ook zin in die Engelse vakantievideo's. Ik heb er heel veel zin in en hopelijk jullie ook. Als jullie het heel leuk vinden, en nu al, smash dan zeker de like knop. En er komen hopelijk veel vakantievideo's aan. Ik weet niet zeker of het internet goed is. Dat is natuurlijk even afwachten van het buitenland. Dus ja, je moet even kijken of het internet in het huisje goed is. Want dat bepaalt ook hoe lang de video's zijn. Want lange video's kan ik met slecht internet niet uploaden. Dus ja, lange video's kan ik met slecht internet niet uploaden. Lange video's. Ja. Nee. En korte video's wordt het dan. Dan wordt het waarschijnlijk even hallo. En dan dat ik in Engeland zit. Het wordt waarschijnlijk geen video's. Tenminste, die kans is wel klein dat er video's van 2 minuten komen. Die kans is heel erg klein. 2 minuten. En ja, ik doe mijn best om goede video's te uploaden. Maar als het niet kan, dan kan het niet. Dus ja, nou ja. Ja. Maar dames en heren, hopelijk hebben jullie zin in de vakantie Engelse video's. Ik sluit deze video af. Vandaag zit het een beetje koud buiten. Ik zit het hier zo. Maar ja, maakt niet verder niet uit. Het is 3 graden buiten, maar dat maakt niet verder niet uit. Ik vind het misschien weer gek, maar het wordt vandaag hier 13 graden, dus dat is wel lekker, lekker zonne. Dames en heren, ik zeg was like zeker. En als je zin hebt in de Engelse video's, smash dan zeker op de like knop en abonneer zeker op mijn kanaal. Zal ik het vet vinden. Klik vast ook zeker op het belletje. Dus blijf op de hoogte van alle Engelse en vakantievideo's. En zeg niet ciao. Later.